Dus als Creon zijn we eigenlijk een beetje gekend, of voornamelijk gekend, als een fabrikant van introverte verlichtingstoestellen. Dus toestellen die volledig ingebouwd zitten in de muur, plafond of vloer. En die eigenlijk vrij anoniem zijn in de architectuur. Nu, de nieuwe reeks die we vandaag gaan uitspitten, de Kagi, is een reeks die vrij extrovert is en die eigenlijk in de architectuur wilt binnentreden. En als we aan denken aan extroverte elementen in de architectuur, dan zijn typische extroverte elementen zijn eigenlijk de draagstructuren of de trekbalken die we in industriegebouwen zien. En die in de periode van het Bauhaus eigenlijk verheven zijn tot decoratieve elementen. Dus je ziet eigenlijk die duidelijke link tussen die structuren en deze structuren. Alleen worden hier in eerste keer gelinkt met verlichtingstoestellen. Jaren 20, jaren 30. Maar we zien dat ook vandaag terugkomen. Hè, waarbij dat opnieuw die belijning gezet wordt en die eigenlijk gebruikt wordt als drager voor de verlichting. Tweede inspiratiebron zijn sowieso de kunst. Hè. Dan denken we aan typische voorbeelden als een Flevin of een Kitsonier. Waarbij dat eigenlijk opnieuw belijning gezet wordt in de ruimte en die belijning in dit geval volledig gezet wordt met licht. Als we dan proberen van daar een product van te maken, dan is het voor ons als verlichtingsfabrikant natuurlijk ook belangrijk om te denken in lichtbronnen, in verlichtingsbronnen die gekend zijn. En dan is dat in het geval van Kagi is onze referentie daarbij zijn daarbij de twee oude of verouderde lichtbronnen. Dat is de T8 en de T5. En eigenlijk vinden we dat in die extroverte architectuur eigenlijk wel mooie belijningen. Dus wij hebben eigenlijk getracht om een systeem te ontwikkelen waarbij dan we die als continue lichtlijn zouden voorzien en die we dan opnieuw in die architectuur eigenlijk driedimensionaal willen maken. In realiteit zien die profielen er dan zo uit. T5, de T8 en uiteindelijk een speciale variant in de T8. Een variant met een kopspiegellamp erop, zodanig dat je eigenlijk geen directe verlichting hebt. Als we dat dan verder een beetje technisch of vanuit lichttechniek bekijken, dan zien we dat we eigenlijk met dit product in die architectuur een belijning kunnen zetten in die richting. Dus eigenlijk een continu lichtlijn zouden kunnen zetten, die we eventueel, indien gewenst, ook in die richting kunnen uitbreiden. Nu, het nadeel van die neonverlichting is eigenlijk wel dat de ruimte vrij uitvlakte. Dus dat licht is vrij algemeen in lichtbeeld. Terwijl dan wij als Creon, architecturale verlichting, toch ook een aantal elementen in die ruimte willen accentueren. En dat doen we door spotlights toe te voegen. Dat zijn eigenlijk elementjes die bestaan uit een optiekje met verschillende lichtbundelbreedtes, een koeling met een drivertje en dan het uiteindelijke clipsysteem dat over het profiel heen gript. Die bestaan in downlights voor het eerste niveau, evengoed voor het tweede niveau, dus voor deze belijning. En dan hebben we, even belangrijk, naast die downlights ook een walwassertje. Dat is dit niveau. En dan tenslotte is er een variant die wat meer decoratie brengt, wat meer materialiteit, wat meer zinnelijkheid. En dat is een downlight module met een albast schijfje, rond of vierkant. Eigenlijk is dit in zijn totaliteit het programma van de Kagi waarmee dan we dit jaar starten.